Dag dames en heren, na een koude week met vorst en wat schaatsplezier hebben we de laatste dagen lichte dooi gehad. Maar langzaamaan is de koude lucht weer een beetje terug aan het komen. In het zuidoosten van het land zagen we dat vandaag al. Daar vielen een paar buien met natte sneeuw. Echt wit werd het daar nog niet van. Maar dat gaat de komende dagen, zeker in die regio, wel geleidelijk veranderen. De kans op serieuze sneeuw wordt namelijk groter. En Dat heeft te maken met een groot lage drukgebied dat boven het noordoosten van Europa ligt. Zorgt op dit moment nog voor een westelijke stroming, maar geleidelijk aan de komende 24 tot 48 uur steekt een noord tot noordwestenwind op en voert lucht aan vanaf de Noorse kust. Behoorlijk koude lucht, zeker op grotere hoogte. En dat Levert dus die winterse buien op in de loop van de week, met name rond woensdag. Dan volgt een andere spannende weersituatie. Dat zien we hier. Een lage drukgebied trekt dan over Frankrijk, met een groot neerslaggebied. Echt langdurig en veel neerslag wordt er berekend in een behoorlijk deel van West-Europa. In hoeverre dat Nederland gaat bereiken is nog een beetje onzeker. Maar met name het zuidoosten van het land kan wel eens met sneeuw te maken gaan krijgen. Verder naar het zuiden, regen en een smalle stroom met ijzel. Maar dat zal vooral voor België en delen de van Duitsland bestemd zijn en niet zozeer voor Nederland. Nou, tot zover even de situatie voor woensdag. Gaan we naar vandaag kijken, vanavond en vannacht. Dan zien we dat er nog altijd winterse buien over het land trekken. Die zullen van noordwest naar zuidoost passeren. Met vooral in het binnenland geleidelijk aan steeds vaker sneeuw. En dat kan lokaal ook wat gladheid opleveren. Nou, dat geldt ook zeker voor morgen vroeg. Dan passeert waarschijnlijk een wat actiever buiencluster op meer plaatsen, met name in de zuidoostelijke helft van het land. Kan het dan her en der even wit worden? Er is een paar centimeter sneeuw mogelijk, vooral ook in de wat hoog gelegen delen van Nederland. Morgenmiddag neemt de buiigheid langzaam wat af, breekt ook de zon geregeld door, en dan zien we temperaturen in het oosten en zuidoosten net boven nul. Aan de kust wordt het dan een graad of 4... en dat heeft alles te maken met die aanlandige wind... die uit het noordwesten komt en die zal aan de kust vaak vrij krachtig zijn. Dat is een windkracht 5. Dan dinsdag. Er verandert over het algemeen niet zoveel... Het is weer vooral in de ochtend dat er winterse buien vallen, en in het binnenland zijn dat opnieuw sneeuwbuien. Ook dinsdagochtend zal het dus her en der even wit en glad kunnen worden. En smiddags hebben we eigenlijk een herhaling van morgen: temperaturen is boven het vriespunt, en verspreid over het land nog een enkele bui. Maar ook brede opklaringen, en dus af en toe zon. De wind neemt langzaam in kracht af, draait wat meer naar het westen tot zuidwesten. En dat is de opmaat naar een behoorlijk onzekere woensdag. Dat neerslaggebied komt dus in de buurt van ons land te liggen vanuit het zuiden. En met name het zuiden en zuidoosten kan dus een tijdje te maken krijgen met sneeuw. Wellicht. Met een sneeuwlaag van een aantal centimeters. Maar dat is dus nog een beetje onzeker. De rest van het land lijkt droger te blijven. En de dagen daarna wordt het tijdelijk overal droger. Met meer ruimte voor de zon. Vanaf het weekend krijgen buien weer de overhand. Winterse buien nog altijd. Met kans op wat hagel. Natte sneeuw of sneeuw. En vooral tijdens de nachten is het koud. Temperaturen dan veelal onder het vriespunt. En in het binnenland, met name in het zuidoosten, zou het zelfs af en toe matig kunnen gaan vriezen. En dat is een temperatuur van min 5 of nog iets lager. Er zit wel een hele duidelijke omslag aan te komen. En dat zien we heel duidelijk op de pluim hier. Tot en met volgend weekend blijft het koud. Met s'nachts vorst. Overdag temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Dit is overigens de pluim voor het binnenland. En, ja, en dan volgende week, begin volgende week, volgt waarschijnlijk een omslag. Naar een westenwind, hogere temperaturen en ook van tijd tot tijd flink wat regen. Ik wens u een mooie dag.